eerste woord waar ik aan denk is enthousiasme eigenlijk. Geodanders zijn innovatief. Ze kunnen ruimtelijk denken. Vernieuwend. Het zijn vaak mensen die zowel hun linker als hun rechter hersenhelft gebruiken. Tikkeltje eigenwijs. Ik ben een vrij zelfstandig persoon. Ze weten wel wat ze willen. Dus dat betekent enerzijds dat ze analytisch kunnen denken, maar ze zijn ook creatief. Ik vind het ook leuk om gewoon zelf dingen op te pakken. Dat je ook nog zelf initiatief inbrengt. En zegt van nou ja, dat je misschien ook de klant adviseert van kijk, het zou ook zo kunnen. Je krijgt ontzettend veel zelfstandigheid. Dus je krijgt veel vrijheid om te doen wat je leuk vindt om te doen. Maar soms doe je ook net even wat meer. Ik zie Geodan als een grote kennisbank. Hè? Dus ik heb mijn kennis, iemand anders heeft andere kennis. Dat vind ik zelf heel plezierig. Dat er geen grote hekken om afdelingen staan. Maar dat je eigenlijk gewoon heel makkelijk naar de researchafdeling kan lopen. Of naar de PR-afdeling. Ik heb echt specifiek gekozen een tijd geleden om bij Geodan te gaan werken. En ik kan het niet anders benoemen dan een zeer professionele familie. Mijn dagelijkse uitdaging, als ik weer over de drempel stap en begin aan mijn werk, dan denk ik weer, hoe kan ik die hele ingewikkelde dingen zo eenvoudig mogelijk maken? Ontwikkelingen op zowel geografisch als ICT-gebied gaan zo snel. Je moet up-to-date zijn op de geo-ICT-ontwikkelingen. Je moet blijven innoveren. Ja, waar je Geodans worden allemaal enthousiast van nieuwe technieken. En wat erg mooi is aan Geodan is dat een grote kern van het bedrijf draait om onderzoek. Ja, en onderzoek is eigenlijk de motor, zou je kunnen zeggen, van innovatie. Dus Geodan is een bedrijf dat zich kenmerkt door het innovatieve aspect. Dus aan de ene kant zijn we nog wel onderzoekend bezig, aan de andere kant wordt het ook praktisch ingezet. En Geodan bood eigenlijk voor mij een ideale combinatie van die twee. Ja, voor mij persoonlijk is de uitdaging om met de nieuwste technologieën aan de slag te gaan, maar ook om geavanceerde applicaties neer te zetten. Een ander deel wat voor mij ook heel erg aansprak om hier te gaan werken is de internationale ambitie van Geodan. Dat betekent een hoop van die Geodanners die vinden het volstrekt normaal om over de wereld heen te reizen. Soms met hele kleine projecten waar we met twee of drie partners in samenwerken. Op nationaal niveau, andere keren gaat het om projecten waar 20, 30 partners in zitten die internationaal gesubsidieerd worden. Nou, ik denk de richting waar Geodan op gaat, dus meer richting de zakelijke markt. Dat is een markt die heel erg aan de groei is. Ja, dus die kennis die we ter stand hebben gebracht, ja, daar is ook echt vraag naar. Nou ja, Geodan is gewoon een heel divers bedrijf, maar dat maakt het ook wel heel interessant. Ik ga naar kantoor omdat ik de interactie met de mensen het leukste vind. We gaan heel losjes met elkaar om. We kunnen een dag thuis werken eigenlijk bijna een hel. Ze hebben natuurlijk allemaal iets individueels, maar ze hebben ook de bereidheid om met mensen samen te werken. En dat is zowel naar de klant toe als naar hun collega's toe. Er is geen concurrentie tussen collega's, maar er is echt samenwerken. Kijk, er zijn heel weinig bedrijven waar business en wetenschap samengevoegd worden. En ik geloof wel dat deze twee onderdelen samen vormen de krachten van het bedrijf.